Zoals ik u gezegd heb, ik ben naar jullie informatiemoment gekomen en met enthousiasme wat ik daar toen bij de mensen heb gezien, dat is op mij overgeslagen. Ik heb die ideeën van presentaties die jullie voorstelden mee naar hier gebracht en alle collega's waren onmiddellijk enthousiast om mee te werken aan dit project. Jullie zijn nu hier vandaag zo talrijk aanwezig met die verschillende mogelijkheden, verschillende werkvormen, met rollenspel en presentaties. Dus ben ik super tevreden, absoluut. Voor de studenten in het algemeen, ik denk dat zij bijvoorbeeld ook bij het examen van CELOR, de presentatie het examen van CELOR, ik denk dat zij een heel stuk zelfzekerder aan dat examen zullen gaan beginnen, omdat ze de juiste informatie hebben, die je uiteraard ook op de website kan vinden, maar als iemand dat zelf komt vertellen, dan is dat toch altijd een meerwaarde, denk ik. Specifiek voor mijn studenten van de rechtspraktijk was ik eigenlijk heel verwonderd te horen dat jullie toch zoveel mensen van de rechtspraktijk paralegals te werk stellen. In de diensten invorderingen en patrimonium. Dus ja, en ik denk dat dat voor hun, die eye-opener die het was voor mij, dat dat voor hun ook zo zal zijn. Absoluut. Als de studenten even goed ontvangen worden als deze dag ineens zit en het enthousiasme waarmee deze dag door jullie georganiseerd werd, dan denk ik dat ze daar een heel interessante stage zullen hebben. Ik denk trouwens dat we nu al dit jaar één student hebben die binnenkort bij jullie gaat beginnen in Brussel. Ja. Ik vond het een heel interessante presentatie, vooral omdat douane en accijns eigenlijk een gebied is dat niet zoveel op school eigenlijk belicht wordt. En door deze presentatie weten we daar nu ook weer iets meer over. Ja, eigenlijk de enorme grootheid aan controles. Hè. Je hoort op het nieuws wel over bepaalde controles en dan denk je van, dat zijn een paar containers, maar eigenlijk ze zijn er echt uren, soms zelfs dagen mee bezig om de helft van de haven van Antwerpen te doorzoeken naar illegale producten. Ik denk dat een zomerstage altijd heel mooi meegenomen is. Dat je toch je kunt blijven verdiepen in de studies of in bepaalde materies en zo altijd kunt bijleren. Ik denk dat het ook sowieso wel interessant is om eventueel later mee te nemen in het bedrijfsleven. Het was zeker en vast een interessante presentatie. We hadden tot nog toe nog niet veel informatie gekregen over CELOR. Maar tijdens deze presentatie is ons echt wel veel duidelijk geworden. Ook bijvoorbeeld dat je niet per se de Belgische nationaliteit moet hebben om bij FOD te werken. Dus ja, er is ons echt wel veel bij geleerd. Ja, sowieso. Ja, absoluut. Misschien wel. Ik ben ja, wiskundig aangelegd, ook wel economisch, dus ik denk dat dat wel iets is in mijn interesse, alleen mijn, ja, iets wat ik later zou willen gaan doen, sowieso in de wiskundige of economische sector. Dus dat zou me wel kunnen liggen, ja. Door het organiseren van dergelijke activiteiten op hogescholen en universiteiten, hopen wij de studenten de FOD Financiën te leren kennen, met als bedoeling achteraf talentvolle mensen bij ons aan te werven. Wij doen ook jobbeurzen en we merken dat we heel wat succes hebben op jobbeurzen, dat heel wat mensen geïnteresseerd zijn in de FOD Financiën. En onbekend is natuurlijk onbemind en we hopen op die manier een aantal mensen naar ons toe te trekken. Wel, in het begin kennen de meeste van de studenten kennen ons wel van naam, maar ze weten niet echt voor wat wij staan, wat wij doen en welke jobs er bij ons vakant zijn. Maar ik heb wel de indruk dat na de uitleg of de uiteenzetting die zij van ons krijgen, heel wat studenten enthousiast zijn en dat er achteraf een heel wat deelnemen aan de examens via CELOR.